Zo, goedemorgen. Althans, bij mij is het redelijk op tijd. Ik zit nu in de ochtendschemer. Ik ga vandaag een dagje vissen op het Noordzeekanaal. Ik ben met Kellen vandaag, maatje van me. Ja, het zal voornamelijk verticales zijn. Ik heb ook een bakje zagers meegenomen. Dus ja, we gaan waarschijnlijk niet alleen met kunstlast vissen, maar ook kijken of we met zagers wellicht een zoutwatervissoortje kunnen vangen. In ieder geval heel erg veel zin in. Ga even de boot trailer en dan zie ik jullie straks. Hij is in de... Bijna in de red. Nou, mooi vettig snoekie. Hier zo. Kijk. Zo, terug naar diep. Lekker man. Yeah. Nou, baasje. Gaat terug. Wij weten hem op, toch? Zo, we gaan eens iets anders proberen. Zijn het verticale. Daarnaast heb ik dan een dropshotje. Zwaar dropshotloodje, klein afhoudertje en een zagertje eraan. Die zit ik in een dode steun, dus die gaat gewoon mee tijdens het verticale. En we gaan zien of er iets opduikt. Het kan van alles zijn. Het kan snoekbaar zijn, maar het kan ook een wijting zijn of een bot. Dus ik ben benieuwd. Kijk of dat wat is. Rick Ellen, wat ben je aan het doen? Hé? Wat heb je gegeten? Oeh. Wat? Zo, dikke baas. Oh, je hebt niet aangekomen. Holy shit. Ja. Oeh. Je hebt niet aangekomen. Als je gaat, ik heb de snoekbaas aan. Oh, er komt wel een hele mooie baas boven. Mooie baas. Dat even laten zien. Mooie baas, jongen. Die is wel lekker vet ook vooral. God damn perch. Gaat ze. Back in the water. Yeah. Ik weet niet wat die jongen aan het doen is, maar... Ik heb niet eerst tijd om te vissen, hij heeft alweer een nieuwe vis. We hebben al een steekje gepakt en weer baars. Nou, ga je een dagje snoekbaars vissen, dan vang je snoek, vang je baars, maar nog geen snoekbaars. Kleiner dan die vorige, zo'n beetje eind 30 zijn. Ja, eind 30 denk ik. Eind 30, 38. Mooie vis. Nou, ik begin ook al enorme baars te vangen. Kellen pakte toch steeds de baars. Toen ben ik ook eventjes naar donkerblauw gegaan en het lijkt te werken. Ja, het zijn maar kleurtjes. Dat is moeilijk te zeggen hoor daarmee. Het zijn gewoon goede sets, dus zo zie ik het. Ja, ik kreeg in één keer een aanwet op de zager. Twee kleine baars. Ze zijn niet groot, maar ze kwamen wel tegelijk. Ja, eindelijk is het zover. Eindelijk is het een baasje. Eindelijk een snoekbaas. De drie roofvissoortjes zijn weer binnen. Dat is mijn vlog sidekick. Zo, verschillende chats die we vandaag gebruiken. Nou, het zijn allerlei soorten chatjes. De grote die hebben soms een stingetje erachter zitten. Gewicht waarmee we vissen, verticaal, is tussen de 10 en de 25 gram. Dan zit je op dit soort water wel goed. We vissen hier niet dieper dan, zoals een dag als vandaag, niet dieper dan 12 meter, denk ik. En dat gaat prima. Dus je kan het zo gek niet bedenken wat je kan gebruiken. Dit is een shed. Daarnaast vissen we ook wel eens met een dropshotje, wat dan ook. Het is gewoon zoeken. Een bot. Kijk eens, toch nog een platvisie. Heet en met zagers vissen, moet ik er wel bij zeggen, die zagers die waren al een paar dagen oud. Doe ik een shed aan en dan wel een zout erover. Klein botje, trapt het hard op. Hier heeft het shedje nog in zijn bek, ik heb hem ontwaakt. Plop. Ga ik weer terugzetten de dakken. Zo,
Toppie. Nee, we gaan nu eventjes naar de overkant. Ja, we moeten hem gewoon maar even zien. Het is een beetje zoeken vandaag. Wat snoepbaars betreft. Nou, we komen er wel. Aanbeten. Ja, met denk ik zeker 5 baarsen. Nou, zo achter elkaar gevangen. Nu weer eventjes een zandertje tussendoor. Bolletje ertussen. Wacht. Eind van de middag hier, staat er wat minder wind hier. Nou, ben nu echt best wel makkelijk vis te vangen. Klein snoekbaasje. Zo. Ook ik heb een snoekbaasje gevangen nu. Lekker dan. Gaan we terug. En nog een aanbijt. Goeie vis, denk ik. Aardig krom. Duikt het hard op, hè? Jezus. Ik zag het in mijn ogen. Ik stik toen. Hele dag geen snoekbaas gevangen. En, andere stek. Nou, andere stek ook. Maar echt overtuigend. Hier, einde Zanders. Oké, maar wat voor chatvisjes? Dat is misschien wel interessant. Met een groene worden. Want je vis nu eventjes groter ook. Ja, even groter. Groter. Er zijn wel veel kleine vissen gevangen. Gaat ie. Zo, spetters.